Dames en heren, mag ik de vergadering openen? En dat doe ik hiermee. Iedereen van harte welkom. Agenda punt 1, spreekrecht burgers. Daar wordt geen gebruik van gemaakt. En dat betekent dat ik onmiddellijk over kan naar de vaststelling van de agenda. En daar hebben we het bijzondere punt 4, voor duurzame gebouwen. Dames en heren, mag ik de vergadering openen? De stemmen op dit punt. Dat hebben we de voorjaarsnota hiermee. Iedereen van harte welkom. Agenda punt 1, spreekrecht burgers. Daar wordt geen gebruik van gemaakt. En dat betekent dat ik onmiddellijk over kan naar de vaststelling van de agenda. Dan is die vastgesteld. En daar hebben we het. Dan ga ik nu naar agenda punt 4 voor duurzame gebouwen. Dames en heren, het is zo dat als de stemmen staken openen, het onderwerp opnieuw voor de stemming wordt gebracht. Iedereen van harte welkom. Raadsvergadering inspreken. En dan is het de bedoeling dat er niet opnieuw het woord overgevoerd wordt. En dat betekent dat daar zou ik u ook nadrukkelijk willen vragen naar de vaststelling van niet te doen. Zeker gezien die agenda vastgesteld. En daar hebben we het. Dan ga ik nu naar agenda punt 4 voor duurzame gebouwen. Die de vorige keer. Het is zo dat we kunnen stemmen, de staken openen, als dat behoefte is. Opnieuw, voor de stemming. Iedereen keer vast. Welkom. Raadsvergadering inspreken. En dan is het bedoeling dat er niet opnieuw het woord overgevoerd wordt. En dat betekent dat er ook geen gebruik van gemaakt wordt. Dan breng ik het voorstel in stemming. Vastgesteld. En dan kom ik naar het voorstel in te stemmen dat het aanwijzen van de chicorijfabriek als voorbeeld van een gemeentelijk stad waarbij verduurzaming wordt gerealiseerd met meer praktijk en ervaring op de raadsgemeente en als voorbeeld doen dat er niet opnieuw het woord overgevoerd wordt. En dan zou ik geen gebruik dan breng ik het voorstel in stemming. En dan kom ik naar het voorstel in te stemmen dat het aanwijzen van de chicorijfabriek als voorbeeld van een gemeentelijke stad waarbij verduurzaming wordt gerealiseerd met meer praktijk en ervaring op de raadsgemeente en als voorbeeld 5. En dat is de. Dan breng ik het voorstel in stemming. En het voorstel is om de voorjaarsnota in vast te stellen aanwijzen van de chicorijfabriek. U krijgt allemaal 8 minuten, iedere fractie krijgt 8 minuten om, ik zal maar zeggen, de algemene beschouwingen uit te spreken, als ik dat woord zo mag gebruiken. Er wordt gesproken vanaf het katheder. Er worden geen interrupties gepleegd. Dat is de afspraak. Er worden geen interrupties gepleegd. Maar ik ga daarna wel expliciet vragen of u ook allemaal nog vragen heeft. Of ik ga u wel de ruimte bieden om met elkaar, nou ja, in een vragen te stellen. En die mogen overigens van meerdere raadsleden komen. Dus niet zo dat we met elkaar hebben afgesproken dat alleen maar fractievoorzitters daar het woord over voeren. En de volgorde is gewoon vanaf de grootste partij. En dat is gemeentebelangen. Meneer Raamaker, mag ik u uitnodigen om naar het spreekgestoelte te gaan. Dat is nog een lange tocht voor de kijkers thuis. Die zien dat niet, maar het is een heel eind. Hij is wel aan, denk ik, hè? Kan iemand. Meneer Raamaker, aan u het woord. Reactie op de voorjaarsnota 2016. Onze reactie op die voorjaarsnota zou eigenlijk alleen maar over communicatie moeten gaan. We hebben ook andere punten waar ik zo op terugkom, maar bij ons is vanavond toch het belangrijkste punt de onzorgvuldige communicatie van onze gemeente. We hebben daar al vaker aangegeven, maar we hebben de indruk dat het nog niet doordringt. Voorzitter, we zijn erg geschrokken. Het gaat om communicatie met onze bewoners. Een van de basisregels bij de communicatie is zorgvuldigheid. Ja, en hoe kon het dan gebeuren dat de informatie over de locatie van die statushouders al op www.dalsen.nl stond, dus de lokale media, terwijl de buurtbewoners in de verschillende kennen nog niet waren ingelegd. In de voorjaarsnota spreekt u over een relatie tussen overheid en de burger. Hier zal hard aan gewerkt moeten worden. En dat heeft inderdaad zelfonderzoek nodig en zal fundamentele discussie en de verbeterde aanpak vergen. Dan de voorjaarsnota zelf. Allereerst dank voor de overzichtelijke voorjaarsnota die we hebben ontvangen van het college. En ook dank aan ieder die eraan mee heeft gewerkt. De gemeente Dalsen staat er goed financieel voor. En daar zijn we natuurlijk blij mee. Alertheid en waakzaamheid blijven echter geboden. Hoe blijven we koplopen? Dat is de eerste vraag
de goedkoopste, de groenste en de veiligste gemeente van Overijssel. Daarnaast, de tijden zijn vooral op het gebied van sociaal domein nog steeds onzeker. Met name de jeugdzorg, de participatiewet komen drempels tegen. En daarnaast zal de taakstelling met betrekking tot huisvesting van de statushouders nog veel een grote uitdaging worden. We zullen kort ingaan op de verschillende programma's en hebben per programma onze vragen gesteld. En met geel aangegeven waar we een reactie van verwachten. Hoofdstuk 2, de kaders en de koers. Het geeft een goed overzicht van de lopende te wachten onderwerpen, maar we missen een stevig item, namelijk de centrumvisie van Dallissen. Programma 1, bestuur. De vernieuwingen bij het BBV en met name de genoemde nummers 1, 5 en 6 hebben waarschijnlijk financiële gevolgen. En we zijn benieuwd naar de nadere invulling en wat het betekent voor de inrichting van onze reguliere rapportages. Er zijn liftpalen geplaatst in Leemreveld, voorlopig naast de bestaande busverbinding. De bewoners van Leemreveld hebben via verschillende media nog hier verontrust op gereageerd, omdat de indruk bestaat dat dit ter vervanging is van alle buslijnen in Leemreveld. Kunt u aangeven hoe dat gegaan is met onderhandelingen bij de provincie? Orde en veiligheid. Het is fijn om in een van de veiligste gemeenten van Nederland te wonen. Maar we moeten er alles aan doen om dit te behouden. En op het gebied van overlast ten aanzien van drugsgebruik hebben we wel wat zorgen. We zijn blij met een ruime politiebezetting, maar we hopen met deze betere zichtbaarheid van de agenten in de wijk de overlast binnen de perken te houden. Programma 3, beheer in openbare ruimte. De ontwikkeling met betrekking tot de N-wegen blijven we op de voet volgen. En we hopen dat er in de komende fase goed geluisterd wordt naar de belanghebbenden dat nu snel tot realisatie wordt overgegaan. We hebben nu incidenteel €150.000 beschikbaar gesteld om de achterstand in het onderhoud van de gemeentelijke wegennet op te pakken. En daar zijn we ontzettend blij mee. En we gaan ervan uit dat hier voor de komende jaren structureel invulling aangegeven wordt. Economische zaken. We zijn blij met het economisch herstel en de stijging van Dallas, de landelijke lijst van de economische toplocaties, en we hopen dat we Zwolle in het kielzorg mogen blijven volgen. Zoals aangegeven tijdens de behandeling van de grondexploitatie vragen we verhoogde aandacht voor de vestigingsmogelijkheden voor ondernemers in Leemreveld. Dan programma 5, onderwijs en vrije tijd. Het project Cultuur is nieuw Leuzen staat goed in de stijgers. We hebben er veel vertrouwen in op de verdere ontwikkeling in nauwe samenwerking met alle partijen en dat het goed wordt opgepakt. We zien graag het middengebied als een kloppend hart voor heel Nieuw-Leuzen. Dan de culturen. Die zijn nu een periode in bedrijf. En onze vraag daarbij is: hoe leggen de culturen verantwoording af met betrekking tot de maatschappelijke doelstellingen en de mate waarin dit behaald wordt? Nou, we hebben een signaal afgegeven voor de nieuwe cultuurnota. En we zijn benieuwd hoe het college die kaders gaat uitwerken. Dan een vraag over de kansenpot. Wordt er gebruik van gemaakt? En zo ja, wat is de stand van deze pot? Bij de schat van Dalsen willen we graag een duidelijke financiële onderbouwing van de reeds beschikbare gestelde 170.000. Er heerst eerst bij onze fractie teleurstelling en verbazing dat de provincie Overijssel niet wil bijdragen in de kosten om deze unieke fonds nader te onderzoeken en te presenteren. Is dit echt een gelopen race of ziet het college nog kansen? Dan programma 6, inkomenondersteuning. We blijven het armoedebeleid en ook de moeilijkheden waar deze doelgroep mee te maken heeft op de voet volgen. We verwachten dat wanneer er wijzigingen of onvoorziene ontwikkelingen aanzien te komen, dat u ons op de hoogte houdt. Programma 7, sociaal domein. Zoals aangegeven zien we diverse onderdelen op deze sociaal domein. En we hebben daarom een aantal vragen op deze onderdelen. Hoe staat het met de evaluatie van het onderzoek naar de huishoudelijke hulp? En met betrekking tot de professionalisering van het mantelzorgcomplement vragen we ons af of dat professioneler moet. We zien graag een zo eenvoudig mogelijke invulling waarbij de mantelzorg maximaal profiteert van beschikbaar budget. Dan wat betreft de participatiewet. Dalsen Werk is nu anderhalf jaar onderweg.
En we zijn benieuwd naar de ontwikkelingen qua plaatsing van de werknemers in het groen onderhoud bij de gemeente Dalfsen, evenals bij andere werkgevers. Misschien kunt u even een tussenrapportage geven. Kunt u aangeven of het klopt dat de instroom in het doelgroepenregister bij het UWV nog steeds moeizaam verloopt, waardoor de plaatsing bij werkgevers ook bemoeilijk wordt? En andere mensen beschut werken zijn van start gegaan voor 3 jaar terug of 1,5 jaar terug. En hebt u al plannen in ontwikkeling als deze periode na 1,5 jaar is verlopen? Verder vinden we het positief dat u voorhand al contact zoekt met de scholen en de zeer moeilijk lerende kinderen, praktijkonderwijs en het voorgezet onderwijs speciaal over hun schoolverlaters. Programma 8, duurzaamheid en milieu. Slaan we dit keer over. Niet omdat het niet belangrijk is, maar we zitten tussen 2 werkconferenties in en we wachten de eerste afronding en de slotconclusie af. Dan de RUT. We willen het college vragen om, of verzoeken om scherp op de kosten te letten bij de RUT. We vinden dat de omvorming zoveel mogelijk budgetneutraal moet plaatsvinden. Programma 8, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Nou, we zijn positief over de nieuwe woonvisie, waarbij het hoofddoel nog steeds is ervoor te zorgen dat alle inwoners van de gemeente Dalfsen prettig wonen. Het woonlandschap is de afgelopen jaren danig veranderd en al deze ontwikkelingen en prioriteiten die we vorig jaar bij de kaderstelling hebben benoemd zijn in de nieuwe woonvisie op en meegenomen. De grote uitdaging komt eraan als in 2018 de omgevingswet zijn intrede doet. Er zal veel veranderen, maar deze wet met daarom onder andere aangekoppeld. De omgevingsvisie biedt dan ook kansen. We zijn benieuwd naar uw reactie en antwoorden op onze vragen. En de belangrijkste vraag is, hoe gaat u met het vertrouwen van onze inwoners herstellen? En hoe gaat u er zorgvuldig mee aan de communicatie? Dank u wel. Meneer Raamaker, dank u wel. En ik kijk rond en dat doe ik heel priemend. Meneer Nijburg. Dank u, voorzitter. Ja, ik blijf een beetje haken bij het laatste stukje, waarin u zegt dat het vertrouwen van de inwoners hersteld moet worden. Denk ik, heb ik iets gemist? Is er iets stuk? Ik ben even een klein beetje verbaasd of er iets echt helemaal mis is met die communicatie. De aanleiding is dat we signalen lazen in de pers en op Dalfsen.net, www.dalfsen.nl, dus de site van de gemeente, dat die inwoners die dus een brief zouden krijgen, die brief is later gekomen. Eerst was de informatie al zeg maar rondgeslingerd via de media. Dus daar hebben we ons erg over verwonderd. Want het zou er eerst dat de bewoners eerst zouden worden ingelicht en dan zou die communicatie van start gaan. En dat heeft heel veel belletjes opgeleverd bij ons in de fractie. Iedereen was, stond erg op tilt, om het maar heel rustig uit te leggen. Dus ik zie het namelijk een beetje als een zwaard van Damocles boven de algemene beschouwing hangen. En dan denk ik, ja, dan heb ik toch iets gemist. Ik zou eens maar dan wachten toch op het antwoord van het college. Daar wachten we ook op. Ja. Alleen, het heeft ons zeer onaangenaam verrast. Dat is het punt, geloof ik. Nou, we wachten op het antwoord van het college. Ja. Anderen nog? Ik kijk ook even naar rechts. Meneer Rooijakkers, D66. Ik had ook een vraag willen stellen over datzelfde punt. Van is het vertrouwen weg en op welke punten, waaruit blijkt dat dan? Maar het bleek al een beetje. Maar je zou dat dan ook als een incident kunnen afdoen en zeggen van nou, het is gewoon een keer misschien niet optimaal gebeurd. En jammer dan en we gaan het in het vervolg beter doen. Maar dat ziet u kennelijk anders. Ik heb nog een vraag over uw uitspraak dat u ervan uitgaat dat de incidentele kosten van 150.000 onderhoud voor het gemeentelijk wegennet nu ook maar structureel zouden moeten worden. Kunt u dat toelichten? Nou, daar bereiken ons telkens berichten dat op een gegeven moment het onderhoud aan de wegen steeds slechter wordt. En wij willen toch dat in de komende jaren zeg maar, het wegennet, maar ook stoepen en pleinen, noem maar op, dat die structureel zeg maar, meer onderhoud krijgen. Want dat is toch de eerste straat of stoep waar de mensen overkomen. Dus dat, ja,
Dat is zeggen een nabijheid waar ze toch graag de boel voor elkaar willen hebben. Dus als je één keer het probleem oplost, incidenteel, ja, dan is het 3 jaar later is het misschien weer. Je kunt dus beter, zeg maar, hoe dat structureel oppakken. Dan heb je misschien minder kosten in de toekomst dan in één keer weer een hele grote buurt. Maar zo te zeggen. Oké, andere nog? Nee? Verder geen behoefte meer voor aanvullende vragen? Meneer Aanmaker, mag ik u bedanken? U mag terug naar uw plek. En ik nodig de heer Uitslag van het CDA uit. Precies goed, denk ik. Ja, dank u wel, meneer Schuring. U bent er naartoe, voorzitter? Dan ik ook. Voorzitter, we mogen weer praten over de voorjaarsnota. We worden daarmee uitgedaagd wat verder te kijken dan onze dagelijkse gang van zaken. Dank voor een ieder die daar een bijdrage aan heeft geleverd. Complimenten zijn op zijn plaats. Het is weliswaar een wat tamme nota, maar we zien een gemeente die er goed voor staat. En dat is ook wat waard. We willen starten met het complimenteren van het college voor de wijze waarop is omgegaan met de grondfondsen. Het is snel omgedacht van een schrikbarend probleem naar een enorme kans en uitdaging. Voor ons als inwoners van het huidige Dalfsen is het ook eens goed om naar het verleden, verre verleden te kijken en met die ogen naar de tijd van nu. We zien een gemeenschap met een eigen cultuur, connecties buiten het dorp via eeuwenoude wegen en met een goed economisch klimaat. Het plaatst ons ook in het perspectief van tijd. Ook na ons zullen generaties komen aan wie we ons dorp, onze leefwereld achterlaten. Om maar gelijk met het laatste te beginnen. Als CDA Dalfsen hebben we stevige ambities op het gebied van duurzaamheid. Wat we in de voorjaarsnoten lezen is niet genoeg. Er is nog steeds geen nieuwe visie en duurzaamheidsparagrafen beperken zich tot het afkoppelen van regenwater en bouwen van daken op het zuiden. Ook het aanwijzen van een gasgestookt nieuwbouwpand als voorbeeld is niet echt voorbeeldig. Graag hadden we bij deze voorjaarsnota bedragen geoormerkt om plannen te realiseren. Nu wordt slechts voorgesteld dat via de reguliere begroting te doen. Niets over ambitie, niets over voldoende budget, niets over lobby om de statuslening te koppelen aan de energieprestatie van een woning. Dit moet bij de begroting in het najaar echt anders. De opgravingen doen ons ook wel eens beseffen hoe mooi het gebied is waar we wonen. Niet voor niets doen we mee met de Europese kampioenschappen, ja, Dalfsen wel, voor het mooiste groene kleine stadje. Overal zien we bloembakken verschijnen. We zien een mooie kans om ook onze bermen en dergelijke te verfraaien. Daarmee helpen we ook de bijenstand. De PvdA zal mede namens ons daarvoor een motie indienen. In afzienbare tijd is asbestdakbeplating verboden en moet van alle daken zijn verwijderd. Een enorme uitdaging en financiële opgave voor de eigenaren. Weet het college hoe groot deze uitdaging in onze gemeente is? En in het kader van omdenken, dit is een prachtige kans als het wordt gecombineerd met verduurzaming. Gemeenschap is voor het CDA een werkwoord. Actief omzien naar elkaar. Al jaren hebben we de goede gewoonte om zo'n 300 nieuwe Dalfsenaren uit binnen- en buitenland te verwelkomen in onze gemeente. Daar komt een aantal bij. Dalfsen heeft een goede traditie van gastvrijheid. We spreken de hoop uit dat we die in ere houden. We vragen het college onze welzijnsorganisaties voldoende te faciliteren. De CDA-fractie complimenteert Leemleveld met de spetterende upgrade van Zwembad Heidepark. We vragen ons af of met de afnemende subsidie het voortbestaan voldoende is geborgd. Voorzitter, de mega-operatie van de decentralisaties is goed verlopen. En we zijn trots op dit college met zulke resultaten. Daar waar we als gemeente minder grip op hebben, de jeugdzorg, baart ons evenwel zorgen. De zorgorganisatie BVO, is nog bezig met de ontwikkeling van een visie.
En dat terwijl het zorglandschap een schier ondoordringbaar woud is geworden. Misschien dat het plaatje zo verscherp kan. CDA fractie complimenteert door te geven hoe de spetterende upgrade van Zwembad Heidenpark daar zin mee te maken heeft. We vragen ons af. En maar al te vaak is het aan de subsidie dat het zorgbudget op is geboren. En wachtlijsten ontstaan. Voorzitter. Voorzitter. De mega-operatie mag niet de dupe worden van deze bureaucratie. Lopen. We zijn trots op het college met zulke resultaten. Als gemeente, huisartsen en wijkteam samen ervaren als gemeente minder gaan op het kind gaan staan. De jeugdzorg baat ons even door een persoon vrij te maken die het gezin hiermee helpt. Zodat we ook in de jeugdzorg een zachte landing krijgen. En als dat betekent dat we de Haagse regels van de regionale aanpak overtreden, dan moet dat maar. Niet de regels, maar het kind staat centraal. Het WMO-maatwerkbudget past perfect in deze aanpak. De eerste signalen klinken veelbelovend. Het sluit goed aan bij onze visie dat zorg geleverd wordt waar nodig. We worden hier graag over nader geïnformeerd. We zien de voordelen van harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. De voordelen helpen niets als de hogere kosten minder kinderen worden opgevangen. Wat gaan we hier aan doen? Huishoudelijke hulp moet toegankelijk zijn voor ieder die dat nodig heeft. Het zou verschrikkelijk zijn als mensen vervuilen omdat ze hun eigen bijdrage niet kunnen betalen. We roepen het college op om alert te blijven op verborgen armoede. Recent liet het CBS zien dat Dalfsen met betrekking tot kinderarmoede tot de beste categorie behoort. En dat stelt ons blij. En dat betekent ook, ons inziens, dat we met een kleine inspanning de kinderarmoede helemaal kunnen uitbannen. We zien de voorstellen graag tegemoet. In het licht maken we ons ook zorgen over de beheerders van ons buitengebied en producenten van het voedsel. Hoewel de agrarische bedrijven over het algemeen veel vermogen bezitten, komt er bijna geen inkomen meer binnen. Er wordt geleefd onder de armoedegrens. We stellen voor de bijstand te openen voor dit soort armoede. Desnoods in de vorm van voorfinanciering. We lezen dat het maar niet lukt om nieuwe plekken voor beschut werken te realiseren. En dat is niet alleen in Dalfsen. Wat is de oorzaak? Is de doelstelling wel reëel? Dit voorjaar hebben we als CDA een avond georganiseerd over het belang van kunst en cultuur. Trendbureau Overijssel onderstreept het bindend belang hiervan voor de samenleving. De opgraving laat dat mooi zien. In december spreken we over het visiedocument, nu alvast een schot voor de boeg. We hechten aan toegankelijkheid voor de jeugd, immers jong geleerd. We vragen ons hardop af of het beschikbare budget toereikend is om alle jongeren in de kernen te bedienen. Kan het college ons duiden wat we met het huidige budget kunnen? Maar ook wat we met onze ambitie nodig hebben. We blijven zoeken naar de ambitie van het college met betrekking tot de economie. Het lijkt zich te beperken tot ad hoc acties. De raad heeft al goede handvatten aangereikt. Het ondersteunen van ZP'ers, bestrijden van freeriders, de zorg om detailhandel enzovoort. We voegen er een paar aan toe. Voor een vrijkomende agrarische bebouwing denkt het college over stimuleringsbeleid. Dat is goed voor de leefbaarheid. Eens. Maar waarom dan niet voor leegstaande winkelpanden? Bijvoorbeeld het leerwerkcentrum en leegstaande panden in het centrum brengen. Graag willen we het standplaatsbeleid herzien en beperken tot detailhandel ondersteunend. Wat is eigenlijk de status van de centrumvisie van Dalfsen? Het is al lang stil. Maar ook hier geldt, wacht niet op externe ontwikkelingen zoals de omgevingswet, maar houd de stuur in handen. De omgevingswet zal, net als de decentralisaties in de zorg, een uitdaging worden voor gemeente en haar inwoners. Het is nu ondergebracht bij ruimtelijke ordening, maar overstijgt dat domein. Het raakt alle afdelingen binnen de gemeente. Het geeft kansen, maar ook de veranderde rechten en plichten van onze inwoners moeten voldoende aandacht krijgen. De 5000 jaar oude weg laat zien dat infrastructuur en dus bereikbaarheid cruciaal is voor de leefbaarheid. We missen de inzet van het college met betrekking tot de N-wegen in de voorjaarsnota. Want we weten dat het college meer wil en meer doet. Met de tekst uit de voorjaarsnota doet het zichzelf en betrokkenen tekort. En voor wat betreft ons eigen wegennet en het investeringsprogramma is verstopt dat het GVVP-budget met 60.000 per jaar wordt verhoogd. Een jaarlijkse toename van de exploitatie. Naast een eenmalige uitgave van 150.000 voor slechte wegen.
Dit wordt wat ons betreft niet eerder uitgegeven dan na besluitvorming in deze raad. En dat geldt ook voor de miljoen die apart gezet wordt per jaar voor de aankopen van grond. Voorzitter, ik kom tot een afronding. De schat van Dalfsen was een grote verrassing. Een verrassing die de gemeente bindt met het verleden, met de toekomst en met elkaar. Het is belangrijk dat ook andere kernen daar maximaal in meegenomen worden. Zodat we samen ons kunnen laten inspireren voor onze gemeenschap. Voor een nog beter Dalfsen. Dank u wel. Meneer Uitslag, dank u wel. Blijft u nog even staan. Ik kijk even rond. En dat doe ik wederom uitnodigend. Of er iemand is die u een vraag wil stellen. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Een vraag aan de heer Uitslag. Wat er mis is met het standplaatsenbeleid? Dat wil hij herzien, maar wat is het probleem wat zich manifesteert op dit moment? Kan hij dat misschien toelichten? Meneer Uitslag. Ik zal het toelichten. Het heeft te maken met de zorg voor de leegstand in de detailhandel, de winkels en de centra. Daar waar we nieuwe leuke winkeltjes gaan krijgen, dreigen die me zo weggeconcreteerd te worden door iemand die één dag in de week daar met een kraam komt staan. Tegen lagere kosten, misschien onder de kosten van de winkel. Daar gaan staan, dat is misschien goed voor onze inwoners. Op korte termijn, maar op lange termijn houdt de speciale zaak daar niet vol. En zal dan weer vertrekken of leeg komen te staan. De leegstaande panden is nu eenmaal funest voor het centrum. Dus als u marktkramen waarvan we geen winkels in het centrum hebben, perfect. Ondersteuning, hè? De detailhandel ondersteunend. En zo niet, dan moeten we er heel goed over nadenken. Is dat duidelijk, meneer Nijkamp? Anderen nog, ik zag meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik kom nog even op hetzelfde punt terug wat ik bij gemeentebelang ook al had gevraagd. Dat is namelijk over de wegen en de toename van de kosten. En het lijkt erop dat de twee coalitiepartijen hier diametraal tegenover elkaar staan. Gemeentebelangen wil die 150.000 euro eenmalig bestempelen als jaarlijks. Terwijl de CDA zegt van nou, er is al 60.000 verstopt in het budget. En dan ook nog die eenmalige. Daar willen we nog wel eens een keer verder over praten. Kan de Uitslag daar toelichten hoe dat de coalitie daarin staat, respectievelijk wat het CDA ervan vindt? Meneer Uitslag, aan u de uitdaging. Ja, als u het goed vindt, dan praat ik hem voor mijn eigen partij. Zeker hier. Er staan budgetten genoemd in de voorjaarsnota. Incidenteel 150.000, structureel 60.000. En die hebben dan een structurele exploitatielast, brengen die met zich mee. En wij vinden dat we daar integraal over moeten beslissen. Daar moeten kijken voordat dat geld uitgegeven gaat worden. Ik heb geen voorstellen gedaan voor een meerjarig 150.000 euro te begroten. Ik zie het geld ook nog even niet. Maar daar moet u bij mijn coalitiegenoot zijn. Want die heeft wellicht een amendement in zijn broekzak. Meneer Rooijakkers, de conclusie is, u veronderstelt meer eensgezindheid dan die er op voorhand is. Misschien aan het eind van de avond, maar niet aan het begin. Anderen nog? Dank u wel. Ja, ik had nog een verduidelijkend vraagje misschien ten aanzien van de suggestie om wat te doen voor slecht lopende agrarische bedrijven. In de vorm van een voorfinanciering desnoods, zegt u, omdat u denk ik wel snapt dat bijstand gezien de vermogenspositie van veel agrarische ondernemers geen optie is. Maar bedoelt u dan een lening of iets dergelijks? Hoe ziet u dat? Ik bedoel daarbij een lening of iets dergelijks. Dat is flauw, maar ik heb geen uitgebreid voorstel in de broekzak zitten. Maar ik vind wel dat we juist deze groep, deze beroepsgroep, waar we met elkaar nogal afhankelijk van zijn. De Groenste Dorp zijn we niet geworden omdat ons buitengebied er zo slag bij ligt. Nee, het ligt er perfect bij. Het heeft een bepaalde uitstraling. En dat dreigt me zo te verdwijnen als ook de beroepsgroep verdwijnt. En als ik dan bedragen hoor per bedrijf tussen de 50.000 en een ton per verlies per jaar. Dan kunt u ook begrijpen dat het niet lang volgehouden wordt. Dus van daaruit de gedachte, als we die beroepsgroep tijdelijk in de benen kunnen houden, op die manier, en dat dan later eventueel wordt terugbetaald, of met verkoop van het bedrijf, als er dan toch wordt gestopt, dan is dat wat ons betreft een hele goede manier van in de benen houden. Dank u wel. Anderen nog? Meneer Uitslag, mag ik u bedanken. En ik nodig de heer Nijkamp uit van de ChristenUnie. Meneer Nijkamp, mag ik u uitnodigen.
Dank u wel, voorzitter. Met het mooie overzicht in de inleiding in hoofdstuk 1 is het ook voor minder ingewijden goed te zien waar de voorjaarsnota 2016 in de planning en controlecyclus staat. Hoewel het genoemde jaartal doet vermoeden dat het over 2016 gaat, is niets minder waar. Het gaat over de hoofdlijnen van beleid voor de komende jaren en in het bijzonder 2017. En we zien graag een meer logische naam voor dit document, bijvoorbeeld een perspectiefnota 2017-2020. En dan loopt het ook mooi in de pas met het investeringsplan. We hebben de afgelopen jaren het college gevraagd om de bestuurlijke lijnen beter zichtbaar te maken in de voorjaarsnota. En we zijn dan ook zeer content met hoofdstuk 2. Een helder verhaal van het college over de komende jaren. Er wordt goed aangegeven wat de belangrijkste punten zijn. Er liggen nog voldoende uitdagingen en we zijn blij dat het college deze enthousiast oppakt. We vinden hierbij dat dienend besturen voor vitale gemeenschappen belangrijker is dan zelfbewuste zichtbaarheid. Vorig jaar introduceerde de ChristenUnie het thema wendbaarheid. Rekening houden met prognoses, maar vooral met onzekerheden op basis van ontwikkelingen dichtbij en ver weg. We leven nu eenmaal niet in een maakbare samenleving. En toch worden we als gemeentebestuur geroepen om onze verantwoordelijkheden voor nu en de toekomst in te vullen. En hierin past zo'n meerjarenperspectief. Niet in beton, maar wel met overzicht en inzicht. Een belangrijke opgave is het geven van een plek voor nieuwkomers in Dalfsen. Een terecht thema, zeker ook waar het vandaag Wereldvluchtelingendag is. Het was nodig de afgelopen tijd en het blijft nodig de komende jaren om vluchtelingen een plek te geven. Een veilige plek die ze in eigen land niet kunnen vinden. Een duurzame plek omdat ze langere tijd of zelfs permanent hier komen wonen. Duurzaam ziet wat de ChristenUnie betreft niet alleen op huisvesting, hoewel op zich al een uitdaging, maar ook op integratie. Meedoen met onze samenleving. Sterker nog, kunnen bijdragen aan de ontwikkeling ervan. Gewoon een passende plek innemen op de maatschappelijke ladder. Met respect voor de cultuur waaruit ze komen en tegelijk voor deze vreemdeling binnen de poort een heldere inzet op normen en waarden hier in Dalfsen. We zien graag van het college nog dit jaar een concreet plan tegemoet. Uiteraard in afstemming met partners zoals vluchtelingenwerk, scholen, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en zo nodig gedifferentieerd per kern. Dan kort over het grote project de campus in Nieuw-Leuzen. Overigens wordt het tijd hiervoor een meer lokale, passende en blijvende naam te ontwikkelen. Dit lijkt ons een leuk onderwerp voor burgerparticipatie. In 2017 moet de Raad essentiële keuzes maken. Naast inrichten van Rabobank tot cultuurhuis is onze lijn inzetten op een gecombineerde nieuwbouw van sportzaal en Agnietencollege. Dit lijkt ons een kansrijk duo. Dat geeft meer synergie dan twee nieuwe singles. Een andere ontwikkeling waar komende tijd duidelijkheid over moet komen is het al dan niet deelnemen aan het SSC. We verwachten van het college een transparant voorstel waarin opgenomen effecten op de drie K's om de Raad in staat te stellen een goed overwogen besluit te nemen. We zien dat als gevolg van wettelijke maatregelen of lokaal beleid het aantal samenwerkingsverbanden sterk toeneemt. Personeel stroomt uit en er ontstaat steeds meer een regieorganisatie. Tegelijk willen we het beleid toch echt hier lokaal blijven maken. Maar hier schuilt een risico, namelijk dat we meegezogen worden in de vaart van de samenwerking. En we vragen raad en college om hier voldoende de Dalfse kleur te bewaken. De omgevingswet komt eraan en dat lijkt een behoorlijke uitdaging. Ook voor de raad om haar rol te bepalen en de instrumenten te kunnen hanteren. Is het mogelijk om de ontwikkeling van de centrumvisie Dalfse als een pilot uit te voeren? Ter voorbereiding op de invoering van deze nieuwe wet. Te denken valt onder andere aan de participatie van inwoners en belanghebbenden en de wijze van het beschrijven van de omgevingsvisie. Dit alles onder de paraplu van onze huidige missie en visie. Wendbaarheid is voor de ChristenUnie ook essentieel voor het waterfront. Gelukkig vordert de woningbouw snel. En eerlijk is eerlijk, ook de Sigorijfabriek gaat als een speer. Hoewel we de aanvliegroute graag anders hadden gezien, voegt dit gebouw samen met de Witte Villa echt iets toe aan de levendigheid en de uitstraling.
Nog niet alles is duidelijk voor de laatste blokken en daar zit mogelijk een uitdaging. Hiervoor is het nodig dat we een helder beeld hebben op de detailhandelontwikkeling in Dalfsen. Wat is hiervan de status en wat is de huidige koers? We zien graag een invulling die bij de visie past, namelijk concentratie op de winkellijn. Maar die geen leegstand veroorzaakt door een overschot van het totale winkeloppervlak. Het laatste punt waarin we wendbaarheid noemen betreft de transformaties in het sociale domein. De zachte landing heeft voor rust gezorgd, omdat er geen grote verschuivingen in de zorg waren. Met een korting van zo'n 10 tot 15% op het budget in de komende jaren is het zaak om rust en ruimte te bewaren. De ChristenUnie hecht aan de volgende zaken. Rust, omdat er helderheid, transparantie is over afspraken en doelgroepen. Wie zijn het en wat hebben ze nodig? En dat er vertrouwen is bij de inwoners, dat er steun is waar nodig. Een veilige plek is waar die gemist wordt. En een ruimhartig vangnet. Want hoe goed we het ook proberen te doen, er blijft altijd een groep zwakkeren in onze samenleving, jong en oud, die niet zelfstandig hun plek in onze complexe maatschappij kunnen innemen. Ruimte omdat er vertrouwen is in de samenwerking tussen organisaties. Vernieuwingen kunnen worden beproefd in processen die tot zorgverlening leiden en in die zorg zelf. Een mooi voorbeeld is het maatwerkbudget. Dit lijkt effectief en past bij de karakteristiek van onze gemeente. De transformatie is niet alleen bedoeld om binnen het budget te blijven, maar ook om het goede dat de decentralisaties hebben gebracht verder te ontwikkelen. Transformeren met behoud van de essentie van het beleid, namelijk integrale, op individuele situaties toegesneden zorg en sterke aandacht voor preventie. Nog wel een concreet aandachtspunt. Er lijkt sprake te zijn van nieuwe mogelijkheden voor de gemeente om toch een vorm van beschut werk te bieden. Is hier een pilot mogelijk? En zo komen we vanuit wendbaarheid met hectiek, ontwikkelingen en uitdagingen op rust en ruimte. Dat voelt ook best wel aangenaam. Voorzieningen of misschien wel cadeaus in de natuur waar we zuinig op moeten zijn. Er zijn vele schatten in en van Dalfsen. Over duurzaamheid geeft het college nog geen inhoudelijke richting of ambitie. Gelet op de uitkomsten van de conferentie stellen we voor dat het college niet direct een compleet uitgewerkt beleid, maar zoals afgesproken eerst een compacte kadernotitie in hoofdlijnen aanbiedt. Met resultaten van verkenning en mogelijke scenario's voor ambities. En vervolgens kan de verdere uitwerking plaatsvinden met natuurlijk betrokkenheid van de duurzame dorpen. Of moeten we zeggen met betrokkenheid van de gemeente. Voor dit onderwerp geldt zeker dat we goed moeten kijken op welke treden van de participatieladder we staan. Het vraagt ongetwijfeld enige lenigheid. Rust in de begrotingsopzet. 2 jaar geleden sterk bepleit in deze raad. Lijkt met de nieuwe richtlijnen van de BWV opnieuw zoek te raken. Vergelijkingen met voorgaande jaren worden weer onderbroken. We vinden dit erg vervelend. En daarom vragen we om in de PNC-producten van 2017 extra overzichten op te nemen, zodat naast de onafwendbare BBV-wijziging tegelijk vergelijking tussen achtereenvolgende jaren mogelijk wordt gemaakt. Dalfsen digitaal. Een logische en wenselijke ontwikkeling. Maar hier vragen we tegelijk aandacht voor digibeten in onze gemeenschap. Wil het college verkennen wat de ondersteuningsmogelijkheden voor hen zijn voor overheidsdiensten in het algemeen? Dat geeft inwoners rust in een zich sterk digitaliserende omgeving. Andere gemeenten zijn hier inmiddels al mee gestart. Met betrekking tot financiën en investeringen het volgende. Scherp en reëel begroten vinden we de juiste lijn. Tegelijk je risico's actueel in beeld hebben en inzicht hebben in de grote meerjaren investeringen. Het college geeft in hoofdstuk 2 aan dat er nog ongekende investeringen nodig zijn voor het middengebied Nieuw-Leuzen. En dat er nog zeker 4, maar waarschijnlijk veel meer, onzekere financiële effecten te verwachten zijn. Gezamenlijk aanzienlijk groter dan het gepresenteerde investeringsplan. Het kwantitatieve inzicht ontbreekt echter. We verzoeken het college om hier, zo nodig in vertrouwelijkheid, op geëigende momenten in de cyclus aan de raad een meerjarenperspectief aan te bieden. Slechts dan kun je als raad verantwoord keuzes maken. Belangrijk is het om een stabiel en solide financieel beleid te voeren. Dat heeft het college ook vorig jaar als een van de 3 kernpunten benoemd. Tegelijk zien we een gestaag teruglopende weerstandsratio.
Dat is wat ons betreft echt een indicator die we de komende jaren scherp in beeld moeten houden. Het zomaar aanvullen van exploitatietekorten van onze spaarrekening vinden we geen goede ontwikkeling. We roepen het college op om hier terughoudend mee te zijn. Exploitatietekorten vang je primair op binnen de exploitatie zelf. Ik sluit deze beschouwingen af. We hebben belangrijke speerpunten benoemd. Vluchtelingen, transformatie van het sociaal domein en twee grote projecten. Wendbaarheid en tegelijk rust en ruimte hebben we als thema's ingebracht. Randvoorwaarden om dit in te vullen zijn hierbij een solide financieel beleid en een kwalitatief goede organisatie. Samenwerkend, dienstverlenend en anticiperend. Voorzitter, het beeld van de ladder is al een paar keer genoemd. Als fractie van de ChristenUnie willen we staan op de treden van de Jacobsladder. In dienst van onze hemelse koning willen we ons werk hier doen. Dat motiveert ons en geeft ons richting. We doen dit in afhankelijkheid en Gods zegen wensen we u, inwoners, college en ambtenaren en allen hier in de raad van harte toe. Dank u wel. Meneer Nijkamp, dank u vriendelijk voor uw inbreng. En ik kijk even rond of er... Meneer Koetsier, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over de rust en ruimte. En ik vraag me af, uiteindelijk om daar een toelichting om te krijgen. Want mijn gevoel zegt van, is dat nog niet iets te vroeg? We zijn nog bezig om de decentralisaties te laten landen. En we doen het als Dallassen erg goed, dat hebben wij bepleit. Maar zijn we nog niet iets te vroeg om rust en ruimte te nemen? En is het juist niet de gemeente die alert moet zijn op situaties van mensen die tussen wal en schip zouden kunnen vallen? Meneer Nijkamp. Ja. Dat is een mooie vraag. Een terechte vraag, denk ik ook. Want het is precies het thema waar de overgang is van de wendbaarheid naar rust en ruimte. Maar wat we ons wel gerealiseerd hebben als fractie is dat we daar de afgelopen, ik denk, 4 jaren... vooral in de nodige dynamiek hebben gesproken. En dat is ook nodig geweest, hè? Om uiteindelijk die stappen wel voor te bereiden en ook om die zachte landing voor elkaar te krijgen. En we weten ook, en dat schrijven we ook, 10-15% budgetkorting zit er de komende jaren nog aan te komen. Dat geeft ons echt nog wel een aantal uitdagingen. En tegelijkertijd zeggen we van, let op, laten we ons niet over de kop jagen. Laten we ook voor inwoners zorgen dat ook in die transformatie er rust en ruimte blijft ontstaan. Of blijft ze bestaan. Zorgen dat we niet ondoordachte stappen zetten alleen vanwege de financiën. Maar dat we ook rust en ruimte, vertrouwen en helderheid creëren naar de burgers toe. Dus dat element willen we nadrukkelijk ook graag meegeven in de transformatie die, waar we eigenlijk middenin zitten. Of net aan begonnen zijn, het is net hoe je het bekijkt. Ja. Dus het ligt genuanceerd. Dus beide elementen komen terug in het stuk. Ja. Dank u wel. Ander nog? Nee? Mag ik u bedanken, meneer Nijkamp. En dan nodig ik de heer Wildvang uit van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter, leden van de raad. Voorjaarsnota 2016. Het stuk ziet er overzichtelijk uit. Het is naar mijn gevoel nog wat compacter geworden dan voorheen. En dat is prima. Compliment voor de opstellers. Eerst even mijn zo onderhand wat verplichte herhaling van de voorgaande jaren. In de afgelopen jaren, en ook weer in 2015, is er steeds sprake geweest van een flink overschot op de jaarrekening. Door de Partij van de Arbeid, enzovoort, enzovoort. Voor het overige verwijs ik dus graag naar mijn inbreng in de voorgaande jaren. De inbreng in deze voorjaarsnota deel ik even op in twee. Het eerste is een wat algemene reactie met daarbij vragen en voorstellen over onderwerpen die ons na aan het hart liggen. Het tweede deel zijn wat meer losse vragen waarop we graag een antwoord willen zien. Grote ontwikkelingen ziet u als college voor de komende tijd bij de totstandkoming van de WOC Campus in Nieuw-Leuzen, de omgevingswet en de vluchtelingenproblematiek. De uitdaging met de WOC Campus is fors, maar niet ondoenlijk volgens ons. En we hopen dat u er met enige voortvarendheid is tot slagen dit van de grond te krijgen. De invoering van de omgevingswet is omvangrijk, maar feitelijk geen nieuws voor de burger. En de opvang van statushouders, CQ vluchtelingen, is uiteraard een zeer serieus te nemen onderwerp. En u neemt het ook serieus. En daarmee zijn we zeer tevreden.
Dan een aantal onderwerpen dat ons nauw aan het hart ligt en welke we graag zien meegenomen worden in de verdere uitwerking van de voorjaarsnota. Enige tijd geleden spraken we onze bezorgdheid uit over de busverbinding in onze gemeente. Na enig aandringen ging de wethouder ermee akkoord om nog eens met de provincie om de tafel te gaan. Maar hij gaf ook direct aan daar eigenlijk geen heil in te zien. Onlangs is de liftpaal in Lemelveld geïnstalleerd. En ik zag in de krant dat die inmiddels ook vernield is. Weliswaar een compliment voor de bedenker, dat meen ik echt, maar wat ons betreft wel een blamage voor de gemeente. Op social media groeit inmiddels het aantal sneren naar de gemeente. En ik citeer er een aantal. Echt onbegrijpelijk en onveilig. Ergens op tijd komen wordt zo heel moeilijk gemaakt. En ik dacht eerst dat dit een bericht van de Speld was. Die vond ik wel goed trouwens. En houd Lemelveld bereikbaar. Veel studenten en ook zeker anderen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Het is een schande. Alles al van de woorden vanuit het college ten spijt, het zal allemaal niet zo vaart lopen, was de opmerking, wordt het steeds duidelijker dat het openbaar vervoer in Dalfsen door de provincie afgeknepen gaat worden. En dat er vanuit de gemeente niet van harte tegengas wordt gegeven. U heeft zich er min of meer bij neergelegd. De motivering is wat ons betreft foutief. Niet een hoger reizigersaantal leidt tot meer openbaar vervoer, maar meer openbaar vervoer leidt tot een hoger aantal reizigers. Kijk maar wat er is gebeurd bij de trein. En ik verwijs ook nog even naar een door gemeentebelangen en het CDA in 2012 ingediende motie waarin staat, en dan citeer ik even, spreekt uit, de inwoners van de gemeente Dalfsen waar mogelijk gebruik moeten kunnen maken van efficiënt en openbaar vervoer. Einde citaat. Me dunkt dat de wethouder er nu niet meer omheen kan om dit nog nadrukkelijker op te pakken. Met enige zorg hebben we onlangs kennis genomen van de overname van Landsteden door Die Mens. Nou helpt dat misschien wel bij het samenbrengen van welzijn en zorg in één organisatie. Maar de lokale verankering komt daarmee wel wat in een ander daglicht te staan. Of liever gezegd, die lijkt op de achtergrond te verdwijnen. En onze wel echt lokale organisaties lijken hierdoor nog meer onder druk te komen, waarbij het risico dat vrijwilligers afhaken reëel aanwezig is. Ziet u aanleiding om de activiteiten die nu bij Landsteden zijn ondergebracht op termijn alsnog te verplaatsen naar de lokale organisaties? In de voorjaarsnota schrijft u verder, vrijwel alle vergunninghouders ontvangen een bijstandsuitkering. En dan gaat het even om statushouders, vluchtelingen, die daar worden aangeduid als vergunninghouders. Nou is dat op zichzelf wel te verklaren, maar niet wenselijk. In de gemeente zijn meerdere stichtingen actief die zich bezighouden met het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vergunninghouders, vluchtelingen, zijn ook mensen met een flinke afstand tot die arbeidsmarkt. We zouden graag zien dat de bedoelde stichtingen betrokken worden bij het begeleiden van deze groep Nederlanders. Hoe ziet u dit? Dan buurtkamers. Ze vervullen een belangrijke rol in de gemeenschap. Een belangrijke rol voor een groep die niet helemaal, en soms helemaal niet, voor zichzelf kan opkomen. Buurtkamers zijn er in Dalfsen gelukkig. De gemeente heeft daar een goede rol gespeeld. We vragen het college nu om in de toekomst te blijven investeren in deze buurtkamers en het zodanig in te richten dat er in alle kernen een dergelijke voorziening komt. En daarnaast is het belangrijk om te zorgen dat er samenhang komt in de taakuitvoering tussen de verschillende buurtkamers. Bent u bereid dit op te pakken? Lokale duurzaamheidsorganisaties zoals Nieuw-Leuzen Synergie, Leefbaar Lemelenveld, Duurzaam Hoornhorst, Groen Gebogen en Duurzaam Oud-Leuzen zijn er om lokaal nieuwe projecten gericht op duurzaamheid op te zetten. Lokale organisaties moeten in hun eigen gemeenschap kunnen werken. Werken aan duurzaamheidsdoelstellingen zonder dat daar een moeizame en langdurige fondsenverwerving aan vooraf gaat. Wat ons betreft krijgen ze de beschikking over een flinke investeringssubsidie. Komt u met een voorstel? De gemeente blijkt overigens nog steeds geen groene stroom in te kopen. Dit in tegenstelling tot de meeste andere gemeenten in Overijssel. Al dus een onderzoek van Greenpeace. Als gemeente dienen wij hier het goede voorbeeld te geven. Hoe gaat u dit regelen? Investeren in oude woonstraten. In samenspraak met onze bewoners. Voor ons is essentieel de wijze waarop het proces dan vorm wordt gegeven. Om te komen tot opwaarderen van woonstraten. We willen daarbij een belangrijker rol toekennen aan de bewoners van die woonstraten. Wij vragen het college werk te gaan maken van het opwaarderen volgens de aanpak zoals we die al eerder een keer hebben geschetst. En we stellen voor om in 2017 het beschikbare onderhoudsbudget hiervoor geheel te benutten. Eind 2017 willen we dan evalueren en vaststellen welke resultaten zijn geboekt.
En dan bezuinigingen versus de jaarrekening. In 2010 en 2011 is er in de meerjarenbegroting 2011-2014 een oplopende reeks bezuinigingen opgenomen voor de kleinere gesubsidieerde instellingen. Hoewel we toen ter tijd hebben ingestemd met, op basis van informatie die we op dat moment hadden, met het ramen van die bezuinigingen, hebben we ons altijd verzet tegen de bezuiniging op de kleine instellingen. Voor ons, volgens mij volgens voor de Raad, is steeds het uitgangspunt geweest het ontzien van die onderdelen, welke de burger en daarmee de samenleving direct raken. Deze instellingen leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in onze gemeente. In de afgelopen 4 jaar is ook telkenmaal gebleken dat die bezuiniging helemaal niet nodig bleek en helemaal niet nodig was geweest. Opnieuw en versterkt doen we dus de oproep om de toen doorgevoerde bezuiniging te herstellen en daarmee te laten zien hoe belangrijk we het vinden dat dergelijke initiatieven er zijn. De lijst met bezuiniging van toen vindt u als bijlage bij het stuk. Bent u bereid dit te doen? En dan hebben we nog een aantal wat meer losse onderwerpen. Volgens de nota is er geen enkele plek voor beschut werk in Dalfsen ingericht. Wat gaat u doen om dit de komende tijd te organiseren? Verder zien we dat er geïnvesteerd wordt in het opzetten van een digitale archieffunctie. Prima. De dementerende overheid zou ik in Dalfsen niet graag bewaarheid zien. Zorgt u ervoor dat de eisen uit Archiefwet in voldoende mate worden ingevuld. De voedselbank in de gemeente kampt al langere tijd met een huisvestingsprobleem. Daar zou de gemeente mogelijk een oplossing kunnen bieden, of tenminste de helpende hand kunnen bieden. Dat is de stelling van het bestuur van die bank. Hoe ziet u dat? En verder bereiken ons herhaaldelijk berichten dat de gemeente van plan is het servicepunt in Lemelenveld te sluiten. Daar willen we niet al te veel afgaan op niet bevestigde berichten, dus we stellen u graag in de gelegenheid om klip en klaar te bevestigen dat de servicepunten open blijven. En als suggestie geef ik verder nog mee dat u voor wat betreft de bezetting van deze servicepunten ook zou kunnen kijken naar de mogelijkheid om dat samen te doen met de medewerkers van de cultuurhuizen. Datzelfde geldt voor de consultatiebureaus. Op zich zijn we erg blij met het voorstel om deze bureaus nog 2 jaar open te houden. Prima. Maar ook hier wordt enige creatieve tijd gevraagd om dat structureel te maken. Kijk eens of dat kan door het te organiseren in de cultuurhuizen en door het verbinden van zorg en welzijn. Ja, tenslotte merken we op dat er mogelijk in tweede termijn nog wel wat moties gaan ontstaan. Nou, eentje kondig ik alvast aan. En dat is dat wat we de motie Bijen hebben genoemd. Die werd net ook al even genoemd door de heer Uitslag. Daarbij gaan we vragen aan het college om in samenwerking met de lokale bijenvereniging, zoals bijvoorbeeld de Natuurboerderij en Landschap Overijssel, nog dit seizoen een aantal plekken in te zaaien met bloemenmengsels om daarmee de bijenpopulatie te versterken en te stimuleren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildfank. Ik kijk even rond of er mensen zijn die u willen bevragen. Meneer Rooijakkers. Ja, u wilde het een beetje opfleuren, voorzitter, dus ik doe mijn best om vragen te stellen. En ik ben daar ook dankbaar voor. Ik kan niet nalaten om te zeggen dat D66 van harte de motie voor de bijen zal ondersteunen. Maar ik heb 2 vragen. Bedoelt u met de voedselbank huisvesting de voedselbank in het dorp Dalfsen of overal in de gemeente? Want er zijn er verschillende. Nee, wij kijken nu naar de gemeente. De gemeente Dalfsen. De gemeente Dalfsen, oké. Okay. Ja. Omdat er 3 locaties van voedselbanken zijn in de gemeente Dalfsen. Die allemaal op een andere manier gaan. Maar misschien dat het voor een later onderwerp is, maar u hebt het geantwoord. En dan over de consultatiebureaus. U zegt dat er een voorstel is om het bureau nog 2 jaar open te houden. Ik heb alleen maar de financiële consequenties gezien, maar niet een voorstel. Ja, daar zijn we denk ik dan met elkaar eens, maar wij hebben dat geïnterpreteerd. En dan zullen we straks van de wethouder horen welke interpretatie in zijn ogen de juiste is. Ja, dus dat is spannend, maar hij mag nu niks zeggen. Anderen nog? Nee? Meneer Raamaker, gemeentebelangen. De motie van Bijen, die hadden wij al eerder verwacht. En daar hadden we toen al ja tegen willen zeggen. Dus ik zal u veel werk besparen. Die motie hoef u niet te maken. Wij gaan daar ook mee akkoord. Vindt u het goed? Ik wil dan wordt u dus waarschijnlijk aangenomen. Ik zal hem dan juist maken. U heeft hem al gemaakt. Dus u heeft hem gemaakt. Ja, dus dan mag u hem ook indienen, hoor. Ja. Ja. U weet overigens dat het zaaiseizoen voorbij is. Hè? Dat weet u wel. Hangt er vanaf wat je zaait, heb ik begrepen. Ja, dat is wel waar. Ja, oké. Okay. Meneer Wildfank, dank u wel. Mag ik meneer Rooijakkers van D66 uitnodigen? Voorzitter, college en raadsleden. En vooral beste Dalfsenaren. Op de tribune en thuis.
Voor jullie doen we het allemaal. Niet alleen de ambtenaren en het college, maar ook de raadsleden, jullie raadsleden. En zoals het college terecht opmerkt, zijn de verhoudingen in de raad in het algemeen erg goed. Hoewel er natuurlijk wel accentverschillen zijn. Ik vertrouw er ook op dat de bedoelingen van alle leden goed zijn en D66 schroomt dan ook niet om regelmatig op de inhoud duidelijk te zijn. Ik begin met mijn positieve opmerkingen. Dank aan alle opstellers voor de duidelijke taal en vormgeving en mooi dat de financiële kant er goed uitziet. In die zin is raadslid zijn in Dalfsen best saai. Het gaat namelijk gewoon goed met de gemeente. We zijn veilig, we zijn groen, we hebben het financiën goed op orde en we zijn voor onze inwoners weer de goedkoopste gemeente van Overijssel. En mede dankzij de inzet van D66 is de Rechterse Dijk behouden gebleven. De posters kunnen weg. Daarbij krijgen we ook nog een prachtig waterfront en een theater, waar ik natuurlijk erg gelukkig van word. We zijn over de helft van de raadsperiode en dit zijn alweer de derde algemene beschouwingen. Tijd voor het college om te oogsten, zou je zeggen, wat ik hen van harte gun. Ze moeten daarvoor wel hun werk goed doen. Ik zie graag concrete, goed uitgewerkte voorstellen die ook verdedigd worden door het college. Wat mij betreft wordt er iets te vaak gezegd, de raad moet het maar bepalen, ook als het om de uitwerking gaat. In het kader van het dualisme mogen gemeentebelangen en het CDA van mij daarover ook wel kritisch zijn. Het college constateert dat we er goed voor staan als Dalfsen. Daarmee ben ik het eens. Maar staan we ook goed voorgesorteerd om de volgende stappen te maken? D66 ziet er naar uit binnenkort de visie voor de komende jaren in de raad aan de orde te hebben. Van het college verwacht ik ook duidelijkheid over de concrete aanpak en actie voor de afwerking van de grote projecten die al vaker zijn besproken. Namelijk de afronding van de bouw van het waterfront en een concreet en integraal voorstel voor de WOC Campus Nieuw-Leuzen, inclusief financiële planning. En natuurlijk dat er begonnen wordt met de uitvoering. Met betrekking tot het waterfront maak ik me wel zorgen over de plannen om daar winkels te realiseren. Ik ben het eens met de middenstandsvereniging Ondernemend Dalfsen en denk dat het beter is om terughoudend te zijn met ruimte voor nieuwe winkels. De tendens in heel Nederland is dat meer winkels moeten sluiten en er via internet wordt gekocht. We moeten met de te ontwikkelen visie daarmee rekening houden. Voorlopig liever wat krapte dan leegstand wat mij betreft. Het college noemt de WOC Campus, de huisvesting van vergunninghouders en de invoering van de omgevingswet als top 3 onderwerpen. En zet daar de lokale democratie en het betrekken van de inwoners vlak onder. Het klopt natuurlijk dat omgevingswet veel ambtenaren druk houdt, maar D66 vindt het voor onze burgers belangrijk om hen zo goed mogelijk en dus zo vroeg mogelijk, vaak zo vroeg mogelijk, bij beleidsvorming te betrekken. De rol van de raad verandert hierdoor sterk. We moeten onszelf blijven ontwikkelen. Inwoners actiever betrekken is ook nodig om de prioriteitsonderwerpen effectief te kunnen realiseren en krijg je achteraf minder gedoe, zoals met de Rechterse Dijk. Als voorbeeld van betrokkenheid noem ik het door ons aangedragen probleem van de vliegroutes vanuit Lelystad. Een van onze deskundige inwoners wees ons op een misser van met name het provinciale bestuur. We blijven dit dossier op de voet volgen in het belang van onze inwoners. In dat verband heeft het concrete initiatief en voorstel van D66 vorig jaar om een jongerenraad op te richten gelukkig de steun van de hele raad en het college gekregen. Inmiddels is dat initiatief omgevormd tot een modern platform Jong Dalfsen, waarmee via social media wordt gecommuniceerd. Tot heden met goed resultaat, onder meer in een enquête en campagne samen met SMON over het gebruik van alcohol en drugs onder onze jongeren, die geleid heeft tot verbetering van het begrip en de wijze van aanpak van deze zaken. Met dergelijke initiatieven moeten we als gemeente doorgaan. En nu terug naar de voorjaarsnota. De verleiding is groot om dit per programma door te nemen en vragen te stellen aan het college. Ik beperk me maar tot een paar punten. Op de eerste plaats, en dat staat niet in het schriftelijke stuk, we beoordelen de aanpak van de huisvesting van vergunninghouders als constructief en positief en vragen extra aandacht voor een proactieve en eigentijdse communicatie met onze inwoners.
Verder heeft inmiddels het college mijn eerdere vragen over de grote stijging van het aantal ambtenaren beantwoord. Het gaat namelijk om een structurele uitbreiding van ruim 16 functies in 2 jaar. Meer dan 9%. Ik maak me zorgen over deze uitbreiding van dik 7 voltijdfuncties voor maatschappelijke ondersteuning in plaats van subsidies. En bovendien daarnaast nog extra 9 functies. Wordt daarmee niet vooruitgelopen op de evaluatie van de recente reorganisatie? En verder vind ik het spannend het onderzoek om eventueel aan te sluiten bij een zogenaamd shared service centrum met Zwolle en andere gemeenten, al eerder genoemd door andere fracties. De business case moet erg overtuigend zijn om ook hiermee deze stap te maken. In het sociaal domein zijn er in Dalfsen nog geen nieuwe plekken voor beschut werken gerealiseerd. Landelijk bestaat die trend ook en spreken bonden en werkgevers weer over het behoud van sociale werkplaatsen. Dalfsen heeft al anders gekozen. Hoe ziet het college hier de toekomst? Kan zij concrete zaken en aantallen noemen? En voor het overige beoordelen wij de resultaten in dit sociale domein, zoals met de WMO, als uitstekend. Mede door de professionele, flexibele opstelling van de gemeente. Op de laatste plaats bevreemdt het ons dat het college haar eerder voorgestelde beleid voor concentratie van de consultatiebureaus niet opnieuw op de agenda heeft gezet, maar deze alle openhoudt tegen meerkosten van €90.000 per jaar. De motie die we eind 2014 hebben gesteund om deze bureaus vooralsnog open te houden, was mede bedoeld om het college het voorstel beter te laten onderbouwen. Daarvan hebben we niets gezien. En het lijkt erop dat u nu de gemakkelijke weg kiest en een discussie met de raad uit de weg gaat. Dat is als voorbeeld zo'n verbeterpunt voor het college. Dames en heren, de wereld is aan het veranderen. De mensen zijn aan het veranderen. Zekerheden verdwijnen en veel discussies verharden in uitersten. Social media en individualisering spelen daarbij een grote rol. De band tussen gemeenschap en gemeente is al enige tijd geleden voor veel mensen doorbroken. Er is een soort tweedeling ontstaan. Het slechten van deze tweedeling is voor D66 de grootste uitdaging in de komende jaren. We staan aan het begin van een nieuwe tijdgeest waaraan de overheid en zeker gemeenten zich moeten aanpassen. Ook Dalfsen moet zich blijven ontwikkelen. College en raad moeten in de toekomst op een andere, transparante wijze met de inwoners gaan samenwerken. In een vroeger stadium van de plannen en hen ook meer betrekken bij de uitvoering. Om op een oprechte manier aansluiting bij de inwoners te krijgen. Goede communicatie vervult daarbij een sleutelrol. We zullen in het najaar met andere fracties overleggen hoe we handen en voeten kunnen geven aan een moderne, lokale democratie. En ik sluit af. Wanneer er langere tijd sprake is van een gezonde gemeente, begin je dit minder te waarderen. Dat is menselijk. Toch wil ik deze verworvenheden hier nogmaals benoemen en mijn waardering hiervoor uitspreken. Goed bestuur en een constructieve raad hebben mede voor een sterke gemeente gezorgd. Samen is er de oprechte wil om de Dalfsen gemeenschap gelukkiger te maken. En dat betaalt zich uit in een gezonde en stabiele gemeente waarvoor D66 zich ook komend jaar zal inzetten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rooijakkers, voor uw bijdrage. Ik kijk even rond. Wie mag ik uitnodigen? Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, ik heb een vraag aan de heer Rooijakkers over Jong Dalfsen. Het kan zijn dat wij wat hebben gemist, maar ik wist niet dat dat platform wat er was, dat het is omgevormd tot een platform Jong Dalfsen. Hebben ze dat zelf gedaan? Hoe is dat gebeurd? Ja, dat is goed overleg met communicatiemedewerkers en stagiaires en de wethouder is dat gebeurd. Interessant. Dat is er nu voorbij gegaan, meneer Nijburg. Maar misschien kan de wethouder daar straks misschien nog als zeggen. Pilot of wat dan ook, dat zou kunnen. Ja. Ik heb er niks om tegen, want het gaat erom dat het werkt. Alleen ik was even verbaasd dat het een andere naam had gekregen. Ja. Nou, jongerenraad, dat deed een beetje denken aan ons grijze gezelschap. En dat spreekt de jongeren wat minder aan, denk ik. Misschien is het imiteren van de ouderen niet echt vernieuwend. Toch, dat zou kunnen. Wie mag ik nog meer het woord geven? Meneer Koetsier, CDA. Dank
Dank u, voorzitter. Ik heb een vraagje over de WSC Campus. U kent de gefaseerde aanpak van het college, neem ik aan. En daarbij ook de sterke betrokkenheid van en de positieve betrokkenheid van partijen. Volgens mij sluit dat ook erg aan bij wat u aan het eind benoemt, zeg maar, de betrokkenheid van de inwoners bij uitvoering. Dus ik vroeg me af wat u nou exact bedoelt met een integraal voorstel inclusief financiële planning. Zou u dat willen toelichten, meneer Royer? Nou, ik doe mijn best. Je kunt zich misschien herinneren dat bij de allereerste stap is de aankoop van de Rabobank. Hebben we gezegd van, dat gaat wel, als je dat nu beslist, prima. Het financieel risico voor de gemeente is beperkt. Je kunt het altijd weer verkopen. Maar houden wel rekening mee als de plannen doorzet dat je praat over een ballpark figure van 10 miljoen. Toen werd ik een beetje voor gek verklaard. Van, daar hebben we het helemaal nog niet over en dat komt nog wel. Maar dat is precies wat ik bedoel. Dat je zegt van, nou, als je die richting opgaat, dan wil je toch de contouren schetsen en daarbinnen de stappen leggen. Dat bedoel ik met een integrale financiële planning. En dat kun je niet op het bordje leggen, denk ik, van de partijen met wie je overlegt. Ik denk dat dat nou net de taak is van de projectmanagement en van de gemeente. Zo bedoel ik dat ook. Ik zeg ook niet dat het niet gebeurt, maar ik vind het wel ontzettend belangrijk dat dat tegelijk op tafel komt. Helder, meneer Koetsier. Anderen nog? Meneer Uitslag, CDA. Ja, dank u wel. Misschien als eerste dank voor de complimenten. Want u verwijt ons te weinig dualisme, dus dan mag ik de complimenten aan het college ook meerekenen. Maar alle gekkigheid op een stokje. Wat ik bij uw betoog mis, en u toch ken, is de term duurzaamheid. Ik kom het in de hele betoog niet tegen, of ik heb het gemist. Heeft u daar geen visie over? Of... Natuurlijk hebben we daar visie over. Het is alleen zo dat ik heb maar 8 minuten. En er zijn partijen zoals gemeentebelangen die hebben gezegd, ik kies ervoor om het niet te behandelen, omdat we nog in afwachting zijn van de nota. Ik heb het een beetje zeg maar omvloerst benoemd door dat als voorbeeld te noemen van een notitie die wat onvoldragen in de raad is gekomen en die niet is verdedigd, die terug is getrokken. Dat is nou net waar ik het eigenlijk niet over wil hebben. Maar natuurlijk vind ik duurzaamheid belangrijk. En ik hoop dat we straks met doelstellingen komen die ook realiseerbaar zijn. Antwoord luidt, ja, belangrijk, komt nog. Ik vat het maar even heel kort samen. Ik kijk even rond, meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag de heer Royakkers nog een vraag willen stellen over de veranderende wereld en de moderne lokale democratie. De heer Royakkers constateert een tweedeling in de maatschappij. En dat het een grote uitdaging is voor de komende jaren. En die tweedeling die refereert volgens mij aan de breuk tussen overheid en samenleving. Constateert u die ook in Dalfsen? Dat zou mijn eerste vraag zijn. En de tweede daaraan gekoppeld. U stelt dat er een begin is van een nieuwe tijdsgeest. Kunt u dat eens toelichten wat u daaronder verstaat? Dit is best een ingewikkeld thema. Daarom heb ik ook gezegd van in het najaar is misschien handig om daar met andere partijen uitvoeriger over te spreken, over die fenomenen. Kijk, tweedeling is tot nu toe vaak gebruikt als het gaat over verschil tussen arm en rijk wat groeit, verschil tussen hoger opgeleid en lager opgeleid wat steeds groter wordt enzovoort. Maar we constateren toch ook een verschil tussen betrokken inwoners, betrokken burgers die zaken volgen en grote groepen burgers die gewoon afgehaakt zijn met wat wij aan het doen zijn. Die zich gewoon er niet voor interesseren, die ook niet kijken, die niet lezen. Er is niet alleen in Nederland en in Dalfsen, maar in de hele wereld een situatie dat men politiek, gezagsdragers, experts afstand neemt, minder vertrouwt. Dat is gewoon een behoorlijke ontwikkeling die er de laatste tientallen jaren geweest is. En die nu, daar kun je heel veel fenomenen voor aanwijzen, maar die nu toch wel zo langzamerhand erg urgent begint te worden. In mijn visie, in onze visie. Maar dat voert denk ik nu te ver voor een vragenuurtje, dat we daar eens een keer met elkaar over gaan praten. U heeft het geduid, denk ik, meneer Nijkamp, toch? Dank u vriendelijk. Anderen nog? Meneer Royakkers, mag ik u bedanken voor uw inbreng. Graag gedaan. En meneer Schuring, VVD, mag ik u uitnodigen tot slot om als laatste voor de schorsing
uw inbreng te leveren. Dank, voorzitter. Inmiddels hebben we de eerste helft van deze raadsperiode achter ons gelaten. Een raadsperiode met uitdagingen, spannende tijden vanwege de decentralisaties in het sociaal domein. Het gaat met onzekerheden gepaard. Dat hebben we vorig jaar ook al gezegd. Onzekere tijden past voorzichtigheid. Het is prettig dat er in eerdere raadsperiodes een financiële buffer is opgebouwd. Dit maakt onze zorgen van een ander kaliber dan van die van minder financieel gezonde gemeenten. Laten we ervoor waken dat Dalfsen na deze raadsperiode nog steeds deze positie heeft. We nemen u vanuit ons oogpunt mee door de voorjaarsnota 2016, waarin we een aantal onderwerpen belichten. 2.1. Waar willen we als gemeente Dalfsen naartoe? Ook dit jaar was het weer zoeken naar het antwoord op deze vraag. Wat we uitgebreid teruglezen is uitdagingen, wie de gemeente nu is, wat voor onzekerheden we nu herkennen. Maar waar we als gemeente Dalfsen naartoe willen? In dit hoofdstuk wordt voornamelijk ingegaan op de uitdagingen waar we voor staan. Komende projecten zoals WOC Campus, Omgevingswet, Vluchtelingenproblematiek, transformatie van de 3D's. Maar ook het vraagstuk van de lokale democratie waarin de burgerparticipatie past. Daarnaast kunnen we in het hoofdstuk lezen wie de gemeente Dalfsen is. Een gemeente die met lage lasten voor de burger een goed voorzieningsniveau weet te realiseren met een weerstandsvermogen en reserve die op peil zijn. Belangrijk. Tevens worden de onzekerheden van de huidige tijd geschetst. Zo lezen we onzekerheid rondom de inkomsten uit de gemeentefonds, consequenties van terugtrekkende rijksoverheid, onzekerheden rondom de jeugdzorg, moeilijk te ramen kosten vanuit de vennootschapsbelasting, wijzigingen, besluitbegrotingen, verantwoording en opvang van de vergunninghouders. Kortom, zal het een financiële uitdaging blijven. En uiteindelijk lezen we in het hoofdstuk dan toch iets over wat de titel belooft. Waar willen we naartoe? Dalfsen wil zijn steeds meer een zelfbewuster laten zien. Sterker nog, hier gaan we een tandje bijschakelen. En hoe? Door te investeren in projecten als waterfront, cultuurhuizen per kern, recreatieve voorzieningen, duurzaamheid, ambtelijke organisaties, die bekend is om zijn degelijkheid en niveau van dienstverlening. Maar hoe wil Dalfsen meer gezien worden? Dat lezen we niet terug. En dat moeten we wel weten, voordat we weten welke projecten in die doelstelling gaan passen. Dus dat missen we ook dit jaar weer een beetje. Overige ontwikkelingen en opgaven per programma. Vrij kort. Programma 1, bestuur. Nou, nieuwe regelgeving, besluitbegroting, verantwoording om een beter inzicht in de financiële positie van de gemeente te krijgen en het mogelijk te maken onderling te vergelijken met gemeenten. Belangrijk. Blijvende onzekerheden met betrekking tot de uitkering gemeentefonds zal altijd zo blijven. Een mogelijke aansluiting bij een shared service center, welke zich uit in het overdragen van taken, voornamelijk in het overdragen van taken. We lezen overigens niet of we ook iets inbrengen, of wij iets kunnen doen voor de anderen. Wordt hier ook naar gekeken en zijn die er? En dan wordt er wat kort verteld over de autonome demografische ontwikkelingen. Kortom, die verwacht worden. Buitenlandse migratie heeft een grotere invloed op onze bevolkingssamenstelling dan de natuurlijke aanwas. Een lichte stijging van het aantal inwoners wordt voorspeld. Meer huishoudens door onder andere vergrijzing en gezinsverdunning. Woningbehoeften voor starters en ouderen. Een woningoverschot in vrijstaande sector. Percentage van 20 tot 64-jarigen daalt, percentage ouderen stijgt. Maar nergens lezen we of het wenselijk is en of we het wenselijk achten. En of we er wat aan willen, kunnen of gaan doen. Waarom lezen we dat niet? Programma 2, openbare orde en veiligheid. Er wordt verder gewerkt in kleine doeltreffende teams. Daarnaast zijn de speerpunten aanpak, woninginbraak, jeugd, alcohol en drugs, hard rijden genoemd. Integrale veiligheidsbeleid 2015 tot 2018. Hier kunnen wij ons prima in vinden, zeer belangrijk. Beheer openbare ruimte. En dan hebben we het over de 340 en de 377. Lijkt dan toch wel wat te gaan gebeuren. We kunnen in de voorjaarsnota lezen dat tijdens de werkzaamheden de gemeentelijke belangen worden behartigd door periodiek te overleggen met de provincie. Kunnen hier een paar voorbeelden van de gemeentelijke belangen bijgenoemd worden? Denkt u bijvoorbeeld ook aan de invloeden op het eigen wegennet? Economische zaken, economisch herstel is ingezet. Agrarische sector en de detailhandel hebben het echter nog moeilijk. We lezen
dat dit invloed heeft op het instand houden van een aantrekkelijk winkelbestand en mogelijk dus leegstand. We lezen ook dat de investeringsgedrag moeilijk te voorspellen is. Maar wat kan, wil en gaat de gemeente op dit vlak doen? Onze voorkeur ligt uiteraard in het laten ondernemen door de ondernemers, maar de gemeente, zoals gemeente te faciliteren en niet te blokkeren. Bereikbaarheid is van groot belang voor de gemeente, zowel fysiek als digitaal. Wat is de huidige status met betrekking tot het verglazen van de gehele gemeente? Kortom, iedereen aangesloten krijgen. Onderwijs in vrije tijd, schoolverlaters. We lezen dat hier binnenkort voor 30 juni een regionaal programma opgesteld gaat worden. Kunt u hier al iets over de status vertellen? Harmonisatie peuterspeelzaalwerk voor ouders die geen gebruik maken van de kinderopvangtoeslag of die er niet van gebruik kunnen maken. En voor peuters met een VVE-indicatie blijft de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van een betaalbare voorschoolse aanbieding. Hoeveel kinderen gaat dit bij ons in de gemeente? En kleine scholen waar we nog niet wat over gelezen hebben, maar er zijn inmiddels weer wat andere geluiden omtrent het wel of niet moeten sluiten van bepaalde scholen. Hoe zit het in Dalfsen met scholen die mogelijk op de nominatie staan? Programma 6, inkomstenondersteuning. Armoedebeleid wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Stijgend aantal vergunninghouders zal een stijging van de bijstandsuitkering en bijzondere bijstand tot gevolg hebben. Een forse financiële uitdaging. Dit lijkt een soort van voldongen feit als je het zo leest. Is hier niet iets aan te doen? Nieuwe Nederlanders hoeven niet automatisch te betekenen langdurige uitkeringtrekkers, toch? Sociaal domein, transities zijn vormgegeven en wordt met name ingezet op het stimuleren van en faciliteren van initiatieven van inwoners en partners. Op de samenwerking en op het stimuleren van preventie. Maar de garantiebanen lijkt het wel goed te komen. Echter, de plekken beschut werk lijken een probleem ook in Dalfsen. Hoeveel van dergelijke plekken hebben we in Dalfsen nodig en gaat dit gerealiseerd worden en hoe? Goed te lezen dat er gekeken wordt naar een dalende vraag in huishoudelijke hulp en succes is, of het een succes is of juist een zorgwekkende situatie. Een vorm van zorgmijden. Wanneer gaat dit onderzocht worden? Sociale kernteams zullen extra belast gaan worden in verband met de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast zal er een meldpunt GGZ ingericht moeten gaan worden. Maar over de omvang is nog niks te zeggen. Wat maakt het inzicht krijgen zo moeilijk? Duurzaamheid. We lezen in de voorjaarsnota niks over het asbestvrije in 2024. We lazen eerder in de voorjaarsnota wel dat de agrarische sector het nog financieel niet zo ruim heeft. Veel van hun zullen met het vraagstuk asbest te maken hebben. Ondanks dat het nog lang geen 2024 is, beginnen wij ons hier toch wel een beetje zorgen over te maken en onrustig over te worden. Is er al wat geïnventariseerd? Deelt het college onze zorgen? En wat is het college van plan om hieraan te gaan doen? Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting. Ja, daar komen we bij de omgevingswet uit, die in 2018 in werking zal treden. Een wet die regels bundelt. Veel regelingen, maatregelen van bestuur en artikelen zullen hierdoor verdwijnen, meer aan de samenleving overlaten, regelgeving wordt verminderd, procedure vereenvoudigd, afhandeling gedigitaliseerd. En het principe is ja, mis. Dat lijkt ons een gezonde situatie. En het lijkt me dan ook goed, en dat lezen we ook terug, dat de impact voor Dalfsen op dat vlak verkend gaat worden. Ook bij deze transformatie zal communicatie en het meenemen van de Dalfsenaren belangrijk zijn. Gaat dit vanaf het begin in het traject meegenomen worden? Goed te lezen dat Dalfsen zich heeft aangemeld voor de eerstvolgende tranche van de crisis- en herstelwet om te kunnen experimenteren op dit vlak. Wat betreft de invulling van de verplichte taakstelling huisvesting vergunninghouders delen wij het basisprincipe van spreiding over de kernen. En aangezien we niet willen dat de invulling van dit vraagstuk ten koste gaat van de beschikbaarheid van woningen voor autochtone bevolking, snappen we de keuze van toevoeging van tijdelijke huisvesting. Zoals eerder benadrukken wij nogmaals dat vroegtijdige communicatie met de betrokkenen en omwonenden erg belangrijk is om onrust te voorkomen. En draagkracht creëren. Draagkracht die we nodig hebben om het hele sociale vraagstuk integratie rondom de huisvesting te verwezenlijken. Ondanks dat er een hele goede start gemaakt is in deze raadsperiode, is er nog geen enkele reden om achterover te leunen. Grote vraagstukken dienen zich aan.
terwijl de vorige nog niet afgerond zijn. Financiële uitdagingen zijn groot, dus is voorzichtigheid geboden. Wij wensen ons allen hier veel wijsheid en energie bij, zodat we ook de komende 7, 6, 8 jaar nog kunnen zeggen dat we gelukkig een duurzaam financieel beleid hebben gevoerd, zodat we ook dan nog kunnen investeren. Dank. Dank u wel, meneer Schuring, voor uw inbreng. Is er iemand die ik het woord mag geven voor het bevragen van de heer Schuring? Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik sluit even aan op een soortgelijke vraag die ik zelf ook gesteld heb. Het gaat over de inkomensondersteuning en dan in dit verband in relatie tot vergunninghouders. U zegt zelf, terecht denk ik, een stijging van de bijstandsuitkeringen zal dat tot gevolg hebben. En dan vraagt u, is hier iets aan te doen? En dan zou ik graag iets meer duidelijkheid van u willen hebben. Zoekt u dat in dezelfde hoek, in de sfeer van werk, aan het werk? Of hebt u iets anders op het oog? Exact op dezelfde lijn. Exact op dezelfde lijn. Het lijkt wel in de discussie alsof we het als een voldongen feit zien dat dus maar uitkering, ja, het klinkt een beetje negatief, uitkeringtrekkers, maar gebruik maken van de uitkeringen. Maar hoezo? Ook daar kan gewerkt worden en sterker nog, over het algemeen willen ze dat ook heel graag. Dus ik ben benieuwd of daar ook op een andere manier naar gekeken kan worden. Oké, dank u wel. Anderen? Niet? Mag ik u bedanken, meneer Schuring? En zullen we dan nu even schorsen voor een pauze? Het is, even kijken, 8:55. Ik zou graag om 8:50 verder willen gaan. We hebben wel ingelopen, laten we de voorsprong vasthouden. Schorsing tot 8:50.